Je lichaam zit fantastisch in elkaar, met samenwerkende organen om goed te functioneren. Maar soms gaat er wat mis. Gelukkig zijn er veel mensen bloeddonor en met een zak bloedplasma ben je zo weer op de been. Naast bloeddonatie heb je ook nog orgaandonatie. Maar in dit filmpje staan we stil bij een minder bekende vorm van donatie. Stamceldonatie. Beeld je eens in. Je hebt leukemie. Leukemie wordt ook wel bloedkanker genoemd. Als je leukemie hebt, maak je te veel of verkeerde afweercellen en bloedcellen aan. Deze verkeerde kankercellen worden verwijderd door chemotherapie. Daarbij worden ook je eigen gezonde stamcellen en afweercellen verwijderd. Je hebt dan een stamceltransplantatie nodig om weer nieuwe, gezonde afweercellen te kunnen produceren. Overal in je lijf zitten verschillende typen stamcellen. Die voor je bloed zitten in je beenmerg. Deze kunnen uitgroeien tot rode bloedcellen, bloedplaatjes en witte bloedcellen. Oftewel afweercellen. Bij stamceldonatie worden stamcellen uit het bloed of beenmerg van een gezonde donor gehaald en bij de patiënt ingebracht. De stamcellen kunnen vervolgens uitgroeien tot afweercellen. Deze nieuwe afweercellen heb je nodig om indringers van buitenaf te lijf te gaan, zoals ziekmakende virussen en bacteriën. Heel fijn, die nieuwe afweer. Maar nu wordt het tricky. Want wat als het nieuwe immuunsysteem van de donor de lichaamcellen van de patiënt als vreemd beschouwt en gaat aanvallen? Dat zou rampzalig zijn. Om dat te voorkomen moet je precies de juiste stamcelmatch vinden. Afweercellen kunnen namelijk lichaamseigen cellen herkennen aan de aanwezige antigenen. Antigenen zijn eiwitten op de buitenkant van de cel en zijn heel specifiek voor ieder persoon. Als de afweercellen de antigenen niet herkennen als lichaamseigen, dan vallen ze het aan. Er bestaan duizenden verschillende soorten antigenen. Welke je hebt, wordt bepaald door je DNA. De menselijke antigenen noemen we voluit humaan leukocytenantigenen, afgekort HLA. En de lijst met alle verschillende soorten antigenen die je kunt hebben, noemen we daarom het HLA-systeem. Alle menselijke cellen hebben antigenen van het HLA-systeem. Behalve rode bloedcellen. Zij zijn de uitzondering. Het zijn de enige menselijke cellen die niet in het systeem passen. Rode bloedcellen hebben maar een paar varianten antigenen. Dat systeem noemen we bloedgroepen. Bij bloeddonatie is de kans op een match dus best groot. Maar het HLA-systeem bevat tienduizenden verschillende antigenen. Een kans dat een willekeurig iemand een identieke match heeft met jouw stamcel HLA is daarom bijzonder klein. Een goede identieke stamceldonor vinden is dus een hele klus. Vandaar dat er niet alleen in Nederland gezocht wordt naar donoren, maar dat er een wereldwijde stamceldonordatabase is om de juiste match te vinden. Mocht er iemand in New York ziek worden, dan kan het zomaar zijn dat er een match gevonden wordt in bijvoorbeeld Nieuw-Beerta. Als deze persoon haar stamcellen wil afstaan en donor wil worden, dan kan aan de andere kant van de wereld mogelijk iemands leven worden gered.